Beste leerlingen van het vijfde jaar, welkom bij een nieuwe les biologie. We gaan vandaag kijken naar een nieuw thema, namelijk homeostase. En om te illustreren wat homeostase betekent, wil ik met jullie enkele voorbeeldjes aanhalen. Nu, ik weet het, we leven in crisistijden door de uitbraak van een virus. Nu, dat betekent niet dat we niet naar buiten mogen gaan. Dus we mogen genieten van de zon als we rekening houden met de maatregelen die werden opgelegd door de overheid. En dus stel, we gaan naar buiten om te genieten van de zon. En we hebben een dikke jas aan. Stel dat we wandelen of een beetje lopen of weet ik veel wat in de zon. We krijgen het warm, we beginnen te zweten. En dat zweten zorgt er eigenlijk voor dat onze lichaamstemperatuur terug kan afkoelen. Dus het zweten is eigenlijk een aanpassing en zorgt ervoor dat onze lichaamstemperatuur op peil wordt gehouden. Nu, stel dat we na dat lopen, na het lopen zijn we waarschijnlijk een beetje moe geworden. En dat kan onder andere komen doordat er minder glucose aanwezig is in ons bloed. Nu, we kunnen die glucoseconcentratie in ons bloed terug laten toenemen door bijvoorbeeld een veggieburger te eten. En waardoor we ons terug energiek zullen voelen. En waarschijnlijk krijgen jullie in deze tijden heel wat taken opgelegd voor verschillende vakken. Nu stel dat je die taken zoals Kelly hier zou laten oplopen. Je zou die laten liggen. Onze stapel zou toenemen. Nu je begint stress te krijgen daarvan. En van die stress gaat je bloeddruk toenemen. Ga je stresshormonen aanmaken enzovoort. Nu, als je die stress zou laten aanhouden, dat is vrij ongezond. Je kan die stress ook terug laten afnemen door bijvoorbeeld te gaan lopen of gewoon je taken te maken. En die stress zal afnemen of door goed in- en uit te ademen bijvoorbeeld, waardoor uiteindelijk je bloeddruk zal dalen terug. Sorry. Dus homeostase, wat is dat eigenlijk? Nu, in ons lichaam zijn er enkele systemen aanwezig. En die systemen die kunnen lichtjes schommelen. Je hebt gezien, de glucoseconcentratie kan stijgen en dalen in ons bloed. Onze lichaamstemperatuur kan stijgen of dalen. Lichtjes stijgen of dalen. En hetzelfde met stressresponsen in ons lichaam. Onze bloeddruk kan stijgen of dalen. Homeostase, wat is dat nu exact? Dat is eigenlijk de min of meer stabiele toestand van het inwendig milieu in ons lichaam dus behouden. En dat gebeurt, dat behoud daarvan, vindt plaats aan de hand van enkele regelsystemen. En daar gaan we de komende lessen naar kijken. Dus bijvoorbeeld thermoregulatie, vochtregulatie, glucoseconcentratie in ons bloed, de bloeddruk en onze ademhaling. Nu, hoofdstuk 1, uitwendig en inwendig milieu van organismen. Elk systeem is eigenlijk een open organisme, een open systeem. En wat bedoelen we met een open systeem? We kunnen als organisme zowel materie, dus zowel stoffen, als energie uitwisselen met de omgeving. Dus organismen wisselen materie of stoffen en energie uit met de omgeving. Eencellige organismen staan eigenlijk direct in contact met hun omgeving. En dus ze zijn in het algemeen weinig of tot niet echt beschermd tegen bepaalde omstandigheden. Nu, we kunnen organismen eigenlijk nog opsplitsen in enkele onderdelen, wat je hier ziet in deze tabel. Je kunt dat opsplitsen in een uitwendig milieu. En dan gaat het eigenlijk over alles wat in contact staat met de buitenomgeving. Maar dat kunnen ook bijvoorbeeld holtes zijn in ons lichaam. Bijvoorbeeld longholtes, nierholtes enzovoort. Dan kijken we naar het inwendig milieu. En meer specifiek extracellulair milieu.
kijken naar het inwendige milieu, maar nog niet binnen in de cel. Het is extracellulair, dus het gaat eigenlijk over allerlei typen van weefsels of ons bloed bijvoorbeeld, lymfevocht. En tot slot, binnen in die weefsels hebben we het over specifieke cellen. En als we binnen in die cellen kijken, dan hebben we het over het intracellulair milieu. En dus het is eigenlijk hier, vooral hierin, dat er veranderingen in homeostase zullen optreden. Die homeostase, het begrip, komt eigenlijk van het Grieks. Homeos betekent gelijk en stasis, ja, stase of toestand. Bijvoorbeeld onze lichaamstemperatuur is constant en normaal gezien vrijwel constant. En jullie kennen die wij natuurlijk. Onze lichaamstemperatuur normaal gezien ligt die rond de 37 graden. De zuurtegraad van ons bloedplasma is vrij neutraal, dus dat ligt rond 7, rond pH 7. De glucoseconcentratie, dat is eigenlijk hoeveel glucose er opgelost is in ons bloed, ligt ongeveer rond de 0,1 gram glucose per 100 milliliter bloed. Nu, nog enkele voorbeeldjes. Stel dat we heel fel sporten. We gaan hijgen. En dat is dan om CO2 te verwijderen uit ons bloed. Stel, we krijgen het te warm. Sommige mensen krijgen dan zo een rode blos op hun wangen. En de reden daarvoor is dan omdat onze bloedvaten uitzitten, zodat we warmte kunnen verliezen en terug kunnen afkoelen. Maar stel dat we te koud hebben, dan gaan we bibberen en onze bloedvaten gaan vernauwen. Hebben we te weinig voedsel of vocht, wat gaan we dan doen? We krijgen honger en we gaan eten of drinken. Nu, moest er een verstoring optreden in homeostase, dan kan je de kans oplopen om ziek te worden of om een ziekte te krijgen. Bijvoorbeeld suikerziekte of diabetes. Nu, hoe vinden die regelsystemen eigenlijk, of hoe gaan die eigenlijk te werk, die regelsystemen in ons lichaam? Er zijn drie grote stappen die je moet onthouden. Namelijk, eerst en vooral is er een systeem dat veranderingen in ons inwendig milieu kan registreren. En dat noemen we een sensor. Dus die sensor registreert veranderingen en dat stuurt dat door naar een controlecentrum. Maar eerst voorbeeldjes van een sensor. Wat zou dat kunnen zijn, denken jullie? Iets dat veranderingen opneemt, opvangt in ons lichaam. Wat zou dat kunnen zijn? Dan kijken we eigenlijk bijvoorbeeld naar al onze zintuigen. Dus bijvoorbeeld de huid. In onze huid liggen er thermoreceptoren. Het zijn andere veranderingen, bijvoorbeeld veranderingen in licht, die worden opgevangen door receptoren in ons netvlies van ons oog, enzovoort. Dan, die informatie die wordt opgevangen door die sensor, wordt doorgestuurd naar een controlecentrum. En dat controlecentrum verwerkt ook die informatie. Bijvoorbeeld, dan gaat het over gebieden in onze hersenen, bijvoorbeeld de hypothalamus, ontvangt en verwerkt die informatie en geeft die door aan de effector. De effector maakt dan een bepaalde reactie mogelijk en zorgt voor een aanpassing aan verandering. Bijvoorbeeld, als ik verder ga op het voorbeeldje met de thermoreceptoren. Bijvoorbeeld onze zweetklieren produceren zweet en zorgen dan voor de afvoer van overtollig vocht. Onze bloedvaten die gaan uitzetten en we verliezen warmte. Nu, receptoren of sensoren, ik ga daar niet te lang bij stilstaan.
Dat hebben jullie al gezien in het derde normaal gezien. Dat kunnen ofwel gespecialiseerde cellen zijn, bijvoorbeeld de zintuigcellen, kegeltjes en staafjes in ons netvlies, achteraan in ons oog. En die vangen licht op. Zo weten wij wanneer het bijvoorbeeld donker is of nacht. Wij kunnen ook kleuren waarnemen aan de hand van die receptoren. En als wij iets zien natuurlijk, dat wordt opgevangen door onze receptoren, dat wordt doorgestuurd naar onze hersenen. Onze hersenen verwerken die en als gevolg daarvan gaan we een bepaalde reactie teweeg brengen. Maar receptoren kunnen ook proteïnen zijn die aanwezig zijn in ons celmembraan. Nu hopelijk weten jullie nog, ons celmembraan, dat is een dubbele fosfolipide laag die hier niet getekend staat, maar bevat transmembraaneiwitten bijvoorbeeld. Die eiwitten, voor wat zorgen die onder andere? Ook voor signaaltransductie. Dus voor het doorgeven van een bepaald signaal. Dus een receptor kan een eiwit zijn in het celmembraan van een cel. En een voorbeeldje van een signalerende molecule kan een hormoon zijn dat bindt op zo'n receptor. Die receptor zorgt dan voor de activatie van enkele moleculen in het cytoplasma. Dat kunnen bijvoorbeeld enzymen zijn. En die enzymen zullen dan zorgen voor het activeren van een bepaalde cellulaire respons. Dus een sensor of een receptor kan zowel een gespecialiseerde cel zijn als een molecule, een eiwit, in de cel, in het celmembraan. Nu, wat gebeurt er nadien? Eerst wil ik nog vertellen, conductoren zijn eigenlijk systemen die zorgen voor communicatie tussen verschillende cellen. Dus bijvoorbeeld, we zien iets. Hetgeen wat we zien moet worden doorgestuurd naar onze hersenen. Onze hersenen verwerken dat. Dat signaal moet worden doorgestuurd naar bijvoorbeeld onze spieren. Die zorgen voor een reactie. Dus welke twee types kunnen we dan hebben van conductoren? Namelijk het zenuwstelsel. Zenuwen of zenuwcellen zorgen voor de overdracht van signalen, als ook ons hormoonstelsel. Maar hoe vinden die homeostatische regelsystemen nu exact plaats? Of hoe gaan die te werk, sorry, in ons lichaam? Nu, stel er treedt homeostase op in ons lichaam. Dus er is een bepaalde parameter, bijvoorbeeld de glucoseconcentratie in ons bloed, is oké. Maar stel, die parameter stijgt. Dat wordt dan geregistreerd door een bepaalde sensor. Die sensor geeft een signaal door naar het controlecentrum, wat vaak hersengebieden zijn. De hersenen sturen dan een signaal door naar een effector. En de effector zorgt voor een reactie, die maakt die reactie mogelijk. En uiteindelijk, die parameter zal dalen als gevolg van de reactie van de effector. Nu, als die parameter daalt, vindt er een negatieve terugkoppeling plaats. Want het dalen van die parameter, dat wordt ook geregistreerd door die sensor. En daardoor zal deze cyclus, of dit deel van de cyclus, zal niet meer plaatsvinden. Want we gaan terug naar homeostase. Omgekeerde is ook het geval. Stel, een parameter in ons lichaam daalt. Dat wordt geregistreerd terug door een sensor. Een signaal wordt doorgegeven aan het controlecentrum. Dat signaal wordt doorgegeven aan een effector. En een effector maakt een reactie mogelijk en zal ervoor zorgen dat die parameter terug toeneemt. Die parameter neemt toe en dat wordt ook geregistreerd. Die verandering wordt terug geregistreerd door een sensor, wat terug een negatieve koppeling is. Dus we gaan terug naar homeostase. We gaan kijken naar een eerste regelsysteem in ons lichaam, namelijk thermoregulatie. De naam zegt het eigenlijk. Thermo, onze lichaamstemperatuur, reguleren, dus constant houden. Want de mens wordt beschouwd als warmbloedig, een betere term is homeotherm of endotherm. Endotherm betekent dat onze lichaamstemperatuur vrijwel constant wordt gehouden. En wij hangen voor onze lichaamstemperatuur hangen wij af van
voedsel, we moeten eigenlijk continu eten. En uit voeding halen wij energie dat ervoor zorgt dat wij, dat onze lichaamstemperatuur kan bewaard worden. En andere, andere dieren zijn, zoals bijvoorbeeld slangen, reptielen in het algemeen, zijn bijvoorbeeld koudbloedig of ectotherm. Betekent dat hun lichaamstemperatuur heel veel kan variëren. Kijk maar naar een slang bijvoorbeeld. Wij worden actief als wij eten, want wij halen energie en dus warmte uit voeding. Maar reptielen, bijvoorbeeld slangen, die worden actief als ze lang in de zon liggen. Want daardoor neemt hun lichaamstemperatuur toe en daardoor worden ze actief. Dus wat betekent homeotherm of endotherm? Dat eigenlijk onze lichaamstemperatuur constant wordt bewaard. Dus we zijn in staat een constante lichaamstemperatuur te bewaren, ondanks variaties in de omgevingstemperatuur. En de link met celademhaling, wat is dat dan? Heb ik eigenlijk daarnet al verteld. De warmte die vrijkomt bij de celademhaling, die wordt eigenlijk gebruikt voor het op peil te houden van onze lichaamstemperatuur. Want we weten hopelijk nog van het vorige hoofdstuk dat wanneer wij voeding eten, er kunnen voedingsstoffen worden verbrand via de celademhaling en daarbij komt energie vrij. Energie wordt opgeslagen onder de vorm van ATP, maar er komt ook warmte vrij. En dat wordt gebruikt onder andere om onze lichaamstemperatuur op peil te houden. Nu, thermoregulatie. Stel, het is heel koud. Wij kunnen dat waarnemen door sensoren in onze huid. Bepaalde thermoreceptoren die zijn hier aangegeven op een afbeelding van onze huid. En die thermoreceptoren zijn gelegen in onze lederhuid. Dus onze huid bestaat uit verschillende lagen. De opperhuid bestaat onder andere uit dode huidcellen. Maar de lederhuid bezit bijvoorbeeld haarwortels of haarzakjes. Maar ook thermoreceptoren. Warmte- en koude receptoren. Dus stel het is koud, dat wordt waargenomen door die thermoreceptoren in onze huid. Wordt doorgestuurd naar de hypothalamus in onze hersenen. Dat signaal wordt doorgegeven naar effectoren, dus bijvoorbeeld spieren, die ervoor zullen zorgen dat wij bibberen. Maar onze bloedvaten bijvoorbeeld, die zullen nauwer worden, waardoor we minder warmte verliezen. En onze spieren zullen samentrekken, dus we beginnen te rillen. En het omgekeerde dan is het geval wanneer het heel warm is, wordt ook geregistreerd in onze huid, doorsturen naar de hypothalamus, uiteindelijk doorgeven naar effectoren, namelijk zweetklieren en bloedvaten. Maar de bloedvaten zijn de uiterste en zweetklieren produceren zweet. Wat is dus de sensor bij thermoregulatie? Dat zijn natuurlijk de warmte- en koude receptoren in de lederhuid. Dus ik ga het samenvatten onder thermoreceptoren in de lederhuid. Die dus onze lichaamstemperatuur registreren. Het controlecentrum is de hypothalamus. En de effector zijn dan de bloedvaten en de zweetklieren in onze huid en spier. Dus bloedvaten, effectoren zorgen voor een reactie, maken een reactie mogelijk. Dus onder andere bloedvaten en zweetklieren. Ik hoop dat iedereen van jullie gezond is. Maar stel dat je onlangs toch ziek zou geweest zijn en je koorts zou hebben ontwikkeld, moet je niet boos zijn op je lichaam, want het ontwikkelen van koorts is eigenlijk een natuurlijke respons om pathogenen, dat zijn ziektekiemen, te doden. Want stel dat we een infectie oplopen, die infectie zorgt ervoor dat ons afweersysteem in werking zal treden. Cellen van ons afweersysteem veroorzaken
of maken pyrogene stoffen aan. Wat is dat nu? Pyrogene stoffen zijn eigenlijk stoffen die afkomstig zijn van ons afweersysteem. En dat is eigenlijk een respons op infecties. Die worden soms ook, of die zijn soms ook afkomstig van een bepaalde pathogene organisme. Wat doen pyrogene stoffen? Wel, onze hypothalamus heeft een soort van setpoint. Dat betekent, homeostase treedt op bij een lichaamstemperatuur van 37 graden. Maar pyrogene stoffen, die verhogen die setpoint in onze hypothalamus. Dus in plaats van 37 graden wordt die setpoint verhoogd. Maar onze lichaamstemperatuur, daarmee is niks gebeurd. Dat betekent onze lichaamstemperatuur in vergelijking met die verhoogde setpoint, is onze lichaamstemperatuur eigenlijk te laag. Wat gebeurt er dan? Ons lichaam gaat zich aanpassen, want we zitten eigenlijk in deze cyclus. Onze lichaamstemperatuur ten opzichte van de setpoint in onze hypothalamus is te laag, wordt geregistreerd en onze hypothalamus stuurt signalen door naar de effectoren. Dat betekent, ja, die effectoren worden geactiveerd, onze bloedvaten gaan vernauwen en we gaan beginnen te bibberen. Daardoor, als de bloedvaten vernauwen en we beginnen te bibberen, hierdoor gaat onze lichaamstemperatuur toenemen. En dat is eigenlijk wat wij waarnemen als koorts, want onze lichaamstemperatuur gaat boven die 37 graden treden. Nu, stel dat die pathogene stoffen uit ons lichaam verwijderd zijn, of die zijn geneutraliseerd door ons afweersysteem. Wat gebeurt er dan? Dus stel, de infectie is overwonnen. Er worden geen pyrogene stoffen meer aangemaakt door ons afweersysteem. Dus ik kan dit doorstrepen. En hierdoor daalt onze setpoint terug tot 37 graden. Dus de setpoint in hypothalamus daalt terug tot 37 graden Celsius. Nu, onze lichaamstemperatuur ligt daar dan veel te hoog, waardoor, dat wordt terug ook waargenomen, terug geregistreerd. En de effectoren treden in werking, maar deze keer als omgekeerde effect. Onze bloedvaten gaan verwijden, dus bloedvatverwijding, plus we gaan beginnen te zweten. Dus dat is kenmerkend dat zijn eigenlijk ziekteverschijnselen. We gaan eerst het heel warm krijgen, we gaan beginnen bibberen, dat is onze koorts. Nadien, de stof wordt uit ons lichaam verwijderd en daardoor gaan we beginnen te zweten. Als gevolg daarvan, ons lichaam kan afkoelen. Dus de lichaamstemperatuur daalt terug tot 37 graden. Wij leven volgens een circadiaans ritme. Een circadiaans ritme, wat is dat? Het is eigenlijk een set van fysiologische veranderingen. En die veranderingen veranderen ongeveer elke 24 uur. Die elke 24 uur ruwweg optreden. Bijvoorbeeld, onze lichaamstemperatuur die fluctueert eigenlijk toch lichtjes doorheen de dag / nacht. Nu, hoe komt dat nu? Dat wordt veroorzaakt door de aanmaak van een bepaald hormoon. Melatonine is een hormoon dat wordt aangemaakt door de hypofyse, een kliertje in de hersenen. En wanneer wordt dat aangemaakt? Wanneer het donkerder wordt. Dus naarmate het donkerder wordt, zullen wij meer melatonine gaan aanmaken. Dus je ziet, hoe later het wordt op de dag, wordt er meer melatonine aangemaakt. Als gevolg daarvan zal onze lichaamstemperatuur dalen in de nacht. Nadien terug stijgen wanneer het melatonine
melatonine daalt. Dat is ook de reden waarom dat sommige mensen een jetlag hebben wanneer zij veranderen van tijdzones. Dus stel dat je vliegt tussen verschillende tijdzones, is er eigenlijk een mismatch tussen je circadiaans ritme en de omgeving. Dus bijvoorbeeld, je lichaam denkt dat het zou moeten slapen, want je lichaam leeft volgens een bepaald circadiaans ritme, maar het is licht wanneer het eigenlijk donker zou moeten zijn. Zorgt ervoor dat je je ziek kunt voelen, bijvoorbeeld. En dus die biologische klok moet eigenlijk gereset worden.